Uh, ik ben uh, Mieke Hatzegheij, ik uh, kom uit Den Haag en ik ben hier gemeenteraadslid voor de PvdA. Uh, wat de reden is uh, dat ik de lokale politiek in ben gegaan, is eigenlijk omdat het over veel meer gaat uh, dan je in eerste instantie denkt. Uh, vroeger dacht ik eerst altijd dat, dat uh, lokale politiek alleen ging over lantaarnpalen en stoeptegels. En ik dacht altijd: ja, dat, ga ik echt no dat lijkt me echt niet interessant, dat ga ik echt nooit doen. Um, maar uh, toen ik het verkiezingsprogramma zag van de lokale PvdA... realiseerde ik me dat het eigenlijk over veel meer dingen gaat. Het gaat ook over jeugdzorg, uh, over onderwijs, over sport... Uh, over werk in je gemeentewerkgelegenheid. Ik werkte dus uh, op een weekendschool in uh, Transvaal, dat is een wijk in Den Haag. En uh, ik heb zelf als kind ja, ook wel te maken gehad met kansenongelijkheid. En eigenlijk... Um, Maakte het me heel erg boos dat die kinderen uh, waar ik mee werkte op de weekendschool. nog steeds met hetzelfde te maken hadden. terwijl ze 10, ja, 15 jaar jonger uh, waren dan dat ik uh, ben. Um, en ik dacht, ja, daar moeten we wat aan doen. En Den Haag uh, is de stad in Nederland met de meeste kansen ongelijkheid. Uh, in Den Haag maakt het echt heel veel uit uh, waar je wieg staat, in welke wijk en wat voor opleiding je ouders hebben. Uh, en dat moet anders. Dat kan gewoon niet meer in 2021. Ik zag eigenlijk dat uh, kinderen die 10, 15 jaar jonger uh, dan ik waren, te maken hadden met kansenongelijkheid, waar ik soms als kind ook al mee te maken had. En uh, bijvoorbeeld omdat ze geen huiswerkbegeleiding konden betalen of hun ouders dat niet konden betalen. En dat maakte me zo boos dat ik dacht: ja, hier moet echt wat aan uh, veranderen. Uh, want in Den Haag is het echt nog heel erg, maakt het echt nog heel erg uit. Uh, waar je geboren bent, in welke wijk, uh, wat de opleiding van je ouders is, wat het inkomen van je ouders is. En ja, ik vind dat echt niet kunnen. Nou, een van de voorstellen die ik uh, gedaan heb in de gemeenteraad. Uh, was het regelen van gratis huiswerkbegeleiding. in alle Haagse bibliotheken. En dat voorstel heeft het ook gehaald. Uh, en nu kun je dus uh, in iedere bibliotheek, wijbibliotheek in Den Haag. kun je dus elke dag van de week uh, gratis huiswerkbegeleiding uh, uh, krijgen voor je kind. Uh, en daar hoef je dus niet voor te betalen. En dat is heel erg belangrijk. Nou, ik ben heel trots op die huiswerkbegeleiding, maar ik ben ook heel trots op het slavernijmonument, wat er nu eindelijk in Den Haag gaat komen. Uh, want daar wordt in Den Haag al nou, 10, 15 jaar over gepraat, maar er werd iedere keer maar niet doorgepakt. Uh, en nu ligt er echt een, uh, uh, of komt er binnenkort een, voor, echt een ontwerp voor een slavernijmonument in Den Haag. Uh, en moet het er binnen twee jaar nog uh, zijn. Uh, daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, in Den Haag ben je er, ben je er wel veel tijd aan kwijt. Want ja, het is natuurlijk een grote stad. Um, dus ik doe heel veel verschillende dingen op een dag. Dus uh, nou, vandaag heb ik dan uh, vanmorgen de hele ochtend uh, allemaal overleggen gehad. En uh, vanmiddag heb ik dan een uh, rondleiding in een, uh, een nieuw cultuurgebouw. En vanavond heb ik dan fractievergadering. Uh, dus zo, uh, uh, ja, zo ziet je dag er meestal een beetje uit. En soms heb je ook wel eens gewoon een dag vrij... Gelukkig. Tegen andere jonge mensen en uh, tegen mensen van kleur zou ik toch wel willen zeggen. Uh, doe het gewoon. Want uh, het is heel hard nodig dat er uh, ook verschillende geluiden zijn op lokaal niveau. En uh, nou, we zien wat, dat dat nu in de Tweede Kamer eindelijk wat beter gaat. Nou, nu is het tijd om dat lokaal ook uh, uh, voor elkaar te krijgen. En ik denk dat dat de gemeenteraden alleen maar ten goede komt. Het allerleukste vind ik dat je uh, echt dingen kan veranderen in je eigen stad. Um, dus als jij een, uh, op je dagelijkse wandelingetje uh, tijdens je dagelijkse wandelingetje in de stad iets ziet, dan kan je, daar, da wat, je wat je niet mooi vindt uh, qua groen of uh, qua uh, leefomgeving, dan kan je daar gewoon iets aan veranderen. En soms duurt het heel lang. Je moet soms ook geduld hebben uh, in de politiek. Maar uh, het kan wel echt. Uh, je kan wel echt dingen veranderen. En uh, het gaat over hele concrete dingen. Dingen die jij elke dag ziet in je eigen stad. En dat maakt het heel, uh, heel leuk. Ja, gewoon doen. Niet twijfelen. Zo, zo simpel is het eigenlijk gewoon.